Hoe ziet geel eruit? Wat? Ik haal ze altijd door elkaar. Wat? Dit is echt... Wat is het voor een vraag ook weer dan, Sander? Wat moet ik hier nou weer mee dan? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Omega Ruby Avatar Lock samen met Gaming SB. Hallo Sander. Hallo. Och, hij heeft weer wat gedaan hoor. Hij begint altijd te lachen als hij wat doet. Nee, ik probeerde nu oprecht niet te lachen, waardoor ik moest lachen. Wat een flatrol is het ook. Maar goed. Sander had de vorige aflevering heel veel moeite met het vinden van deze gerecht. Nee, dat is niet waar. Dat is wel, dat is wel waar. Maar goed, ik ben nu waarschijnlijk alweer een stuk verder dan Sander. Ja, dus... Ik zit hier vast. Oké, ik heb iets verkeerd gedaan. Oh. We staan met die strength boulder. Alhoewel, ik weet niet of die daar kan komen. Hoe ik hem nu heb... Niet hoe ik hem nu heb, want nu, hoe ik hem nu heb, kan iedereen sowieso niet komen. Ik bedoel, meer überhaupt. Nee, want je kunt hem niet naar rechts schuiven. Struggles met Sander. Even kijken. Misschien moet ik hier niet naar binnen. Wat je moet doen is, als je zeg maar net de grot inkomt, dan kom je een strength boulder tegen, die kan je gewoon naar rechts schuiven. Dat heb je waarschijnlijk al gedaan. En dan moet je gewoon tegen dat Team Magma mannetje vechten die daar staat. En dan pak je de grot die beneden is. Dus dat je niet naar boven loopt. Make sense? Ja. Ik hoor gewoon de confusion, hoor ik. Oké, dus in de eerste ding waar je bent, moet je vooral niet naar... Die grot ingang boven lopen. Nee, ik zou die beneden pakken. Dan ga je in ieder geval goed. Ik heb Earthquake gevonden. Die gaat sowieso van pas komen. Vorige aflevering. Een beetje. Ja, misschien kan het ook vanaf boven, maar daar weet ik de weg niet. Dus. Ja, ik ook niet. Shocker. Een Mighty Enna. Weet je wat deze Mighty Enna gaat? Neer. Kijk kapot. Hoe ziet dat die is? Oh nee, wacht. Het is een hond. Oh, jammer. Het is niet eens een hond. Het is een hyena. Ja. Dat klopt. Ik ben bij Groudon. Hallo Groudon. Bro, chillax of zo dan. Je hebt het of je hebt het niet. Powers in your hand, Pokémon. Ik weet niet waar dat op zoekt, maar doordat jij dat zei, moet ik aan dat liedje denken. Het is niet altijd zwart of wit. Nou, is ook, dat is ook een Pokémon liedje. Ja, ja. Dat heeft ook met Pokémon te maken. moet ik nou vechten? Nu, dit gaat nooit goed komen. Nu komt de echte vraag. Wat is je favoriete teamsong? Weet ik eigenlijk niet. Battle Frontier vond ik wel leuk. Battle Frontier? Ja, die is ook goed. Maar dat is ook een van mijn favoriete anime seizoenen. Die is goed, die is zeer goed. Weet je wel dat Ash een frontier brein kan worden en dan zegt hij nee. Terwijl die wel een Pokémon is. Ja, nee, zijn. Nee, dat is goed. Ja. Hey, dit is waar ik zo net vast zat. Hey. Met dat ding, dat kan nu toch niet in. Ja, daar heb je wel vaker last van, hè? Dat je ding ergens niet in kan. Nee, want ik probeer dat niet. Hoorde je mijn grap niet? Ik zei nee, want ik probeer dat nooit. Ik maakte een hele goede opmerking. Oh, ik dacht dat je hem... ik dacht dat je het niet snapte. Nee, ja, ik snap het maar altijd goed. Je kunt niet falen als je iets niet doet. Wijze lessen van Sander. Ja. Dus. Nee, maar die van mij, mijn favoriet, is Master Quest.
Seizoen 5. Ah, kut, doe ik weer hetzelfde? Oh, dat is Johto, toch? Ja. Laatste seizoen Johto, volgens mij. Ja, ja, klopt. Nee, die vind ik wel goed. Oké. Weet je welke ik ook goed vind? Hey, ga je mee als je dat wilt? Hoor je bij ons. Oh jee, yeah, hij doet explosion. Ja. Overleef ik dit? Wingscrew. Oeh, ik heb het overleefd. Oh, hopelijk heeft deze gast een ambitie. Ja, dankjewel. Dan kan ik nu weer de foute keuze maken en weer van die ledge afspringen. En dan be the weer... best you can be and find your destiny. It's the master plan. The power's in your hand. Pokémon. Ik kan goed zingen. Weet ik. Nee, dat was sarcasme. Maar goed. Ik doe ook niet mee aan de Voice. Oh, mijn Snorunt was bijna dood. Maar bijna is niet helemaal. Bijna is niet helemaal. Dat is wel waar. Dat is gewoon de pure waarheid. Hè, dus ik moet hier wel naar beneden. Oké, ik wil je er doorheen helpen, maar daar heb ik wel wat meer info nodig. Oké, ik ben nu... Er loopt boven mij loopt nu zo'n vrouw rondjes. Ze loopt alleen maar rondjes. Elk rondje is anders. Dat. Oei, dat kan ik me niet echt herinneren. Even kijken, okay. Je bent die grot ingegaan. Ben je al bij water geweest of niet? Niet waar ik in kan, maar ik heb wel water gezien meerdere keren. Oké, maar niet waar je in kan. Nee. Zit je nu in zo'n ruimte waar je bovenin meerdere keuzes hebt, zeg maar? En daar kwam ik zo net uit. Gaat goed dit. Ja, dat is lastig op afstand. Steeds rechtsonder. Maar dan val ik van de ledge af. Oké. Okay. Ik kan me helemaal geen ledges herinneren. Hè? Er is hier ook niks. Oké, okay, wacht. Kan je terug naar het begin? Want dan kan ik je er op die manier doorheen loodsen. Oké. Okay. Ik moet zeggen dat het niet echt goed gaat aan mijn kant. Dan weet je dat in ieder geval. Ik moet tegen Maxi en die is me zeg maar een soort van aan het ownen. Okay. Hij heeft een Crobat met acrobatics en die is fucking sterk. Wat is dit, jongens? Ja, ik kan geen gras Pokémon inzetten, want dan is hij dood. Als hij één keer acrobatics doet. Oef. Kom op, niet meer dan de helft. Wat? Als je nou zorgt dat je geen death meer krijgt, dan gaat Jordi niet zo zeik. Goh, daar had ik zelf nog niet aan gedacht, Sander. Wat een... Oh, water! Water! Water? Wil je me vergiftigen of zo? Echt, hè? Oké, nee. Nu weet ik het. Oké, ik moet iemand dood laten gaan. Ik moet iemand dood laten gaan. Ik weet deze puzzel niet, maar ik heb wel het gevoel alsof ik deze puzzel kan doen. Oh, ik weet niet of ik links of rechts daarboven moet. En nee, dus rechts, links waarschijnlijk ook een ingang. Nee. LOL! Doet die net mean look. Oké, dit is positief. Als ik sneller ben, dan kill ik gewoon die Crobat. Dat zou super heftig zijn. Ik ben sneller. Hij is dood. Nice. Wauw. Oké, ik had zoveel geluk hier. Dat is mooi. Zeker, maar ik heb wel geluk. Maar het is nog... Ja, maakt niet uit. Het is nog niet af, hè? Oh. Ik moet waarschijnlijk nog tegen Camerupt. Waarschijnlijk tegen een Mega Camerupt. Oef. Ah, met water heb je die zo dood. Ja, maar allebei mijn water Pokémon's hebben nog maar heel weinig HP. Ik ga het toch wel proberen met een water Pokémon. Alleen ja, als ik niet sneller ben ik al genaaid. Maar nu is Camerupt niet zo snel natuurlijk. Ja. Wat? Hoezo kan ik deze... Ja, het is een Mega Camerupt. Kom op, kill hem alsjeblieft met Surf.
een mannetje. Hij is dood met surf. Super nice. Ik heb gewoon... Oh, ik had zoveel geluk. Hé, hey, dat is mooi. Oh, trouwens. Als je de opname terugkijkt. Wat ik zo net deed, was omdat ik tegen een trainer moest vechten. Niet omdat jij het overleefde. Ja, ja. Ik geloof er niks van, San. Dat hoeft ook niet. Ja. Maar dat is... Oké, nee, dan geloof je het niet. Nee, nu geloof ik het maar niet. Maar uit je leven. Wow, rustig, Sander. Ben je ongesteld? Nee. Dat doe ik niet aan. That's for losers. Wow. Wacht, kan die grap nog... ik hoop echt dat ik deze grap vind voor een beginstukje van de video. maar dat zal wel weer niet natuurlijk. Ik hoop zo dat het nog een acceptabel grap is. Ah, daar kijken toch geen meisjes wel. Nee, dat is waar. Oké, ja. Of Jordi is een meisje waar wij niet van af weten, dat kan. Simon? Simon, ja. Ik zei Jordi, maar Simon mag ook. Ik weet niet of Simon kijkt, maar ik weet wel dat Jordi de afleveringen kijkt. Simon, Simone. Dat zei je ook in het zeggen met Sander trouwens. Dus nee, dat is een... Nee, maar met Sander is het lastiger. Met Sander is het lastiger. Met Simon is het easy. Simone. Sanderina? Sandra. Oh ja, bij jou is het ook wel makkelijk. Ja, dat was mijn hele punt. Ja. Oh, ik heb de puzzel verpest. Goh. Ben je nu bij die puzzel met al die strength blokken? Yep. Oké, dan ben je in ieder geval in de buurt. Ik zit in een dikke cutscene. In de buurt? Dat betekent dat ik er niet eens ben. Oh. Ze moeten natuurlijk andere kant op. Ja, ik snap al. Maar bereid je voor op die camera up, hè? Dat die gaat komen. Mega camera up. Weet je wel, die ene camera up die jij niet meer hebt? Nou. Hoe durf je? Oh, en nu moet je opnieuw de kamer in, om die andere ook. Of hoef je maar één kant? Je hoeft maar één kant. Ik ben nu in een battle, dus ik kan het niet zien. Maar oké, dat is goed om te weten. Dan ga ik niet de kamer uit. Kamer aan. Kamer uit. Haha. Nee, het was ook gewoon geen grap ook eigenlijk. Gewoon puur. Puur kijk naar wat ik zeg. Het was gewoon niet grappig. Nee. Ik denk dat daar alle kijkers wel achter waren, zeg maar. Oh. Wat zielig dit. Nu moeten we nog ergens zoetoppeles vinden. Ik heb geen idee waar. Ga nou niet gapen. Ja. Moet ik ook gapen. Ja. Dat betekent wel dat je me aardig vindt. Was mogelijk. Maar daar mag ik van mijn advocaat niks over zeggen. Maar Sander, we hebben het eigenlijk in de aflevering hiervoor nog helemaal niet over de aankomende direct van morgen gehad. Nee, dat klopt. Wat hoop jij te zien? Ja, ik vind het lastig, man. Maar we weten natuurlijk dat Mario is 35 jaar. Volgens mij. Zelda ook. Ja. En Pokémon 25, maar die Pokémon dat zal verschoven worden naar een Pokémon direct, zoals jij ook eerder zei tegen mij. Dus ik denk vooral nog iets van Mario, maar Mario heeft natuurlijk al die Bowser's Fury gehad, dus ik zou maar dat is wel klein. Mario willen. Ik hoop dan iets van een Odyssey 2 of zo, weet je wel? Dat zou wel vet zijn. Dat zou zeker vet zijn. Maar ja, ze hebben oprecht echt net die Bowser's Fury released. Ja, maar ze kunnen onder... best kort, of niet? Wat zeg jij? Die game is volgens mij best kort, of niet? Ja, de Bowser's Fury is gewoon, zeg maar, een klein extraatje. Oké, dat is meer een DLC-achtig iets.
Ja, alleen hoef je het dus niet extra te downloaden. Alleen zit het bij een game die geport is, zeg maar. Ja, precies. Nee, oké. Okay. Dus ja, nou, dan zou het kunnen dat ze met een main Mario game komen. Of een 3D Mario. Ja, ik hoop wel met een 3D Mario. Ja. Mensen gaan me haten, maar ik heb nooit Zelda gespeeld. Ja, nooit. Weet je, Zelda is echt heel vet. Alleen het is wel een stukje moeilijker dan Mario, zeg maar. Ja, nee, oh ja, ik probeer het ook niet te vergelijken met Mario eigenlijk. Maar, het was meer gewoon zo van, ja, ik weet ook dat Zelda 35 jaar is. Ja, ik kijk heel erg uit naar Breath of the Wild 2. Als die wordt aangekondigd, ben ik gewoon al tevreden, zeg maar. Ja, dat snap ik. Alleen, ik heb dus gewoon niks met Zelda, omdat ik het nooit gespeeld heb. Mm-hmm. Waarschijnlijk moet ik het gewoon een keer proberen. En dan vind ik het ook vet. Want het meeste wat Nintendo maakt, dat slik ik als warm broodje. Alleen ja, dus dan moet je dus wel goed kijken welke. Ik weet wel een Zelda wat wel voor jou gemaakt is. Ik denk dat The Wind Waker echt een Zelda voor jou is. Ook omdat het nog een beetje cartoony is, zeg maar. Dus een beetje Mario vibe, zeg maar. Oké. Okay. En hij is niet al te moeilijk om mee te beginnen, zeg maar. Oké. Okay. Dat heb je ook dat heb ik met Zelda. De oude Zelda's, die zijn echt pittig. En Wind Waker is een. Je hebt die. Welk platform? De originele is. Systeem. Hè? Ja, welk systeem? Ja, de originele is op de 64, maar je hebt hem ook in uitgave op de GameCube en op de Wii U. Ah, oké. Okay. Dus je kan vast wel ergens een rommetje vinden of zo. Van 64 sowieso. Voor 64 is het rommetje zo gevonden, maar. Ja, volgens mij heb ik daar wel een site voor. Ja, maar. Dezelfde waar ik waarschijnlijk ook mijn DS weghaal. Volgens mij kan ik daar ook. Zeg maar, vooral het kutte is Wii en 3DS. Dat lukt me niet, want die site heeft dat niet. Oké. Okay. Maar die ik gebruik. WoRoms is het. Ah, oké. Okay. Ja, voor 3DS zoek ik ook altijd echt naar. Echt op een pirate site, zeg maar. Anders kan ik hem ook nooit vinden. Of in ieder geval geen legit. Geen goede. Ja, ik heb wel ook. Ook wel eens wel gevonden. Maar dan een encrypted. Ja, dan moet je in een programma downloaden die dat decrypt. Ja, dan krijg je die onzin weer, ja. Nou kan dat wel, alleen het is gewoon een gedoe. Ik wil gewoon een game downloaden en dat die werkt. Misschien is dat ook gewoon te veel gevraagd, want het is natuurlijk ook wel illegaal. Ah joh, illegaal. Maar. Boeie. Ja. Aangezien jij toch nog niet. Ben je inmiddels al bij Groudon? Ja. Oké. Okay. Ik ben ondertussen even naar Pokémon's aan het zoeken. Hele mooie cutscene van hoe die helemaal lijp wordt, omdat hij de verkeerde. Wacht, volgens mij deed hij helemaal niet de verkeerde orb in deze game, of wel? Nee, dat komt nog, volgens mij. Ah, volgens mij komt ik denk dat al. Ik dacht al van, hè? Maar, Sander, de grote vraag is, kom jij morgen bij mijn stream kijken, of niet? Nou, ik moet donderdag vroeg op. Sad. Very sad, Sander. Ja. Nou, ik heb nog geen nee gezegd, hè. Ik heb alleen gezegd, ik moet donderdag vroeg op. Mm-hmm. Dat is altijd een beetje kut, want als ik vroeg op ga, of als ik vroeg op moet, wanneer ga ik naar bed? 11:00. Ja. Maar, ik weet wel, als ik die dingen zou kijken, dan zou ik het wel bij jou doen, denk ik. Oh, dat is lief. Want ik ben ook gewoon benieuwd naar jouw reactie. Mm-hmm. Een of andere gast die ik toch alleen maar kijk van streams, dat boeit me dan niet zoveel. Maar ik ga mijn reactie als het goed is ook uploaden op YouTube. Dus moet ik alleen even zorgen of. Oh nee, dan kom ik niet live in stream. Maar dan moet ik alleen nog heel even kijken of ik een watermerk doe of dat ik hem render in spiegelbeeld. Want anders word je geflagd namelijk. Ai,
Dat is... Dus ik denk dat ik hem in spiegelbeeld gewoon upload. Ja, watermerk zegt kut. Ja, watermerk zegt kut om doorheen te kijken, zeg maar. Ja. Ik ben ondertussen wat Pokémon's aan het vangen. Hoe kan dit ooit een goed... Hoe denk je ook... Dit is een goed idee. Ja, laat ik... De Pokémon die zorgt voor droogte en warmte en zon, laat ik die gewoon eventjes helemaal boos maken, zodat hij de hele wereld in vuur en vlam zet. Ja, nee, dat is wel een goed idee. Ja, ja, klinkt als een strak plan. Niet iedereen kan slim zijn. Sander, we moeten echt niet vergeten voor de Pokémon League jouw Graveler. Jezus, nu ik leek jou wel. Graveler te laten evolueren. Hé, hey, ik zeg het heel anders. Ja, jij zegt Graveler. Ja, het klopt ook nog. Oh, ik lach mijn eigen uitspraak ook gewoon uit. Graveler en Spydick. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Nee, jij niet. Dat is Penny. Dat is Penny. Al heb ik dat nooit gehoord. Hé, hey, waar moeten we naartoe? Gewoon naar Moss Deep City weer? Of? Nee, naar Zootopolis. Oké, pak op je onderste scherm de kaart erbij. Ja. Dan zie je waar Moss Deep City zit, zeg maar. Als je gewoon die kant op beweegt, dan kom je er vanzelf. Sorry, ik bedoel Zootopolis. Ik zei Moss Deep, maar Zootopolis. Ja, nee, oké, maar... Oh ja, want ik ben nu ook in 126, dus dat is dan goed. Oh nee, ik ben daar nog niet, want ik word aangevallen door een Wingo. Wat een fun in jouw lijd. Oh, zijn mijn wateraanvallen nu heel slecht? Omdat de zon schijnt, ja. Je moet toch wel diven om bij Zootopolis te komen, of niet? Ja. Oh ja, laat maar. Tuurlijk. Wacht, volgens mij zag ik al... Ik kan Pokémon healen, yeah. Maar jij bent nu al in Zootopolis? Ja, ik ben al in Zootopolis, ja. Maar volgens mij mogen we nog niet de gym in. Volgens mij moeten we eerst naar Groudon. Wat flauw weer. Wat flauw. En het is natuurlijk Origin Groudon. Dat is ook echt kut. Want dat is een vuur Groudon. Ja, is dat voor mij ook kut? Oh ja, want mijn wateraanvallen zijn slecht. Ja, maar niet in de grotto, hè? Oh ja, misschien heeft hij wel zo'n sun aanval. Zo'n ability. Dat zou best wel kunnen. Is dit de laatste gym al? Yep. Oh wow, vlieg echt door deze game heen dan. Ja, we gaan heel hard hoor. Maar ja, we hebben afleveringen van een half uur hè. En dit is aflevering 20 volgens mij. Dus dat is al 10 uur dat we al in de game hebben zitten. Oh, dat valt trouwens best wel mee. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel ook offscreen getraind. Dus. Ja, dat is waar. Maar ja, als ik een gewone playthrough doe voor de eerste keer, dan doe ik meestal geen Nuzlocke. Dus dan heb ik ook gewoon veel betere Pokémon's. Ja, klopt. Maar ja, deze game weet ik ook zo goed als helemaal uit mijn hoofd. Als je een nieuwe game speelt, is dat ook anders. Ja, dat is waar. Oh, dat was een dikke leg spike. Daar heb je zeil op vast, maar zo erg was de leg spike. Oké. Hier weet ik weer wat ik moet doen. Ik ben trots op je. Dan moet ik naar de overkant. Het is stil aan de overkant. En dan komt daar zo'n grot. Daar staat Steven bij als het goed is. Hé, hey, hij weet iets. Het is ja, maar dit stuk weet ik wel. Alleen... De rest weet hij niet, maar dit stuk weet hij. Hé hey Sander, wat vind je ervan dat de avondklok niet meer is? Ja, boeit voor mij niet zoveel, man. Nee, mij ook niet. Ik heb er echt gewoon geen... voor mij is er geen verschil. Het enige verschil wat er voor mij is dat ik nu zaterdag wel Wie is de Mol bij mijn moeder kan kijken in plaats van alleen thuis. Oh, dat is wel chill. Ja.
En verder verandert er niks. Oh, ik heb nu een cutscene met Steven en Wallace. Nou, moet je die scene nou weer kut noemen? Zo ugly. Nou, oké, dan gaan we dit even fixen. Wat een geouwe hoer dit, joh. Ze gaan, Maxi en Archie gaan straks tegen je ouwe hoeren. Dat is niet te doen. Speed en Wallace. Nee. Vraagteken. Oké. Echt, jongens. Ze moeten jou echt af laten kicken. Je moet echt naar rehab daarvoor. Sander, let's go to rehab. No. Ja, die ja. Bedoelde ik. Hé, hey, die begon ik ook te zingen. Ik zei van, hoe gaat dat liedje ook alweer van rehab? Ja, en ik was hem al aan het zingen toen je dat vroeg. Ja. Oh, echt mooi. Weet je van wie dat is? Dat liedje. Is dat van Amy Winehouse? Ja, dat is van Amy Winehouse. Ja, oké, ja. Ik voel dat het zo... Ik zei het zo twijfelend, omdat... Kijk, als je zulke soort nummers fout hebt... dan voel je echt een cultuurbarbaar. Tenminste, ik. Het zijn echt nummers die iedereen eigenlijk wel hoort te kennen. En ook de artiesten dus. Ja, joh, Steven, ik snap het wel. Je moet gewoon even dat ding fixen. Ik snap het toch allemaal wel. Ja, jongen, Stefan. Je ook, Begiel? Dat be the movie, Stefan, of... Nee, ik weet is, niet of ken je die? Nee. Ik ken een hoop YouTube-Stefans, maar die jij zei ken ik niet. Nee, nou, hij is ook niet zo'n grote YouTuber, maar hij houdt wel van Suske en Wiske. Ik ken wel Joop Begiel, Thomas, Stefan, die ken ik wel. Maar nu komt de echte vraag. Als je deze vraag fout beantwoordt, dan wil ik mooi met je opnemen. Maar wie is de beste stuk TV'er? Giel, Thomas of Stefan? Is daar een goed antwoord voor, zeg maar? Ja, daar is zeker een goed antwoord voor, zeg het maar. Dat vind ik wel lastig. Ik heb wel een preference, maar... Ja, ik weet niet. Ik denk namelijk dat wij niet dezelfde preference hebben. Zeg het maar. Oké, mijn favoriete is Giel. Hoe ziet Giel eruit? Wat? Ik haal ze altijd door elkaar. Wat? Dit is echt... Wat is het voor een vraag ook weer dan, Sander? Wat moet ik hier nou weer mee dan? Als je dit kijkt, ik zit ook zo van, ik doe ook zo vragend in de camera, kijk, maar ja, ik heb ook eigenlijk geen idee. Ik had er zelf oprecht geen antwoord op. Ik denk, oh, dat is grappig of zo. Echt, jongens, wat moet ik met die jongen? Oh. Ja, je moet toch iets zeggen. Nee, maar... Wie is Giel? Is dat die Ginger? Nee, toch? De Ginger? Er is niet eens een Ginger. Die blonde dan. Hè? Maar er is ook niet echt één blond. Ze hebben allemaal relatief donker haar. Die ene toch niet, met een smalle koppie. Die heel vaak die pet op heeft. De baas, zeg maar, van Stuk TV, dat is Giel. Bedoel ik die? Ik moet er ook eigenlijk een foto bij hebben. Vermoeiend is dit, hoor. Ik kijk echt alleen jassen, dus ja, dat ik het niet weet. Kijk je de kluis niet? Ik vind de kluis nog leuker dan jachtseizoen. En Roadtrippers is nog leuker dan Nee, nee, die enige gast heeft wel blond haar die ik bedoel. Nee. Ja, oké, niet heel erg blond. Maar welke bedoel je dan? Giel, Thomas of Stefan? Met een baard. Oh, het zijn twee met een baard, godverdomme. Ja, maar is het echt een heftig dikke baard? Ja, die heftige. Oké, dat is Stefan. Dat is Stefan. Oh, dat is Stefan, oké. Ja, wie zei jij? Ik zeg Giel. Dus die ene met die heel vaak een pet op heeft. Ik weet niet of die op die foto ook een pet op heeft. Ja, en deze foto wel. Dat is de leider. Oké, ja. Ik denk dat hij de nieuwe John de Mol wordt. Nee, niet voor Stefan. Ik zou voor Giel of Jan gaan. Nou, Thomas is mijn minst favoriete. Thomas. Ja? Ja. Okay. Ja, nou ja, ik kijk dus ook eigenlijk niet zoveel van.
Alleen ik dacht gewoon, is grappig om gewoon ja, jou te vragen van wat is het antwoord. En alleen, ik deed ook al zo'n vraag. Zo van, ja, ik weet ook eigenlijk niet wat het goede antwoord is. Want ik wist dan echt niet wie was. Vermoeiend ben je. Maar ik kon het niet laten om het gewoon... Ik moest al lachen, dus ik dacht, ja, ik moet het nu gewoon zeggen. Ja. In plaats van dat je erachter komt dat je de aflevering edit. Wat wel beter was geweest. Ik was te zwak, jongens. Ik was te zwak. Ik moet nu tegen Primal Groudon. En dat doet allemaal zo lang, jongens, dit. Oh, holy damn. Wat gebeurt er? Hoe heet die gast? André Kuipers, jongen. Check mij dan. De mafkees, dat ben je. Nee, ik ben echt André Kuipers. Ik heb zo'n ruimtepak aan, jong. Holy damn, dit is ziek. Waarom is hij sneller? Wat is dit nou weer voor een onzin? Oké, ik ben Sharpedo kwijt. Groudon wordt boos. Ik denk dat alles doodgaat. Nee, doe niet. Ja, ik weet het bijna wel zeker. Maar wacht, jij hebt ook niks meer. Of wel? Jawel, ik heb nog een hele box. Nee, wat doet je die? Kan gewoon geen wateraanvallen doen. Ja. Je kunt geen wateraanvallen doen. En ik doe giga weinig damage. Maar echt overdreven weinig damage. Dit is vet. Weet je wat ik ga doen? Nou. Oh, please, dood hem niet. Gun mij dit. Ja, de Linoon is ook dood. Ik ga dit overleven. Weet je hoe ik dit ga overleven? Mijn magische wapen. Jouw magische wapen. Speed up! Nee, Master Ball. Dat is oprecht wat slim. Ja, had ik daar maar aan gedacht, beurt 1. Dan had ik niet nog 2 doden gehad. Nu help ik jou echt heftig, hè? Nou, ik zit te twijfelen of ik dat wil doen. Waar ga je hem anders voor gebruiken, die Master Ball? Ja, dat is waar. Nee, ik bedoel ze van, ja, als we het toch niet mogen gebruiken, is de XP misschien... Jij krijgt XP bij vangen, hè? In deze game. Oh ja, je hebt gelijk. Nee, ja, dan is het sowieso easy. Ja. Ik ben vandaag gewoon al 3 Pokémon's kwijtgeraakt, hè? Ai. Ook allemaal deze aflevering? Of nee, eentje de vorige aflevering. Door de critical hit van Medicham. Ja, maar in vorige aflevering stond ook Keith, want ik ging ook dood door de Medicham. Jij bent niet al 10 keer dood gegaan door een critical hit in deze hele Avatar lore. Dat is waar. Ja, dat weet ik dat het waar is, Sander. Ik denk dat ik eigenlijk haast nog wel met Hariyama hem dood zou kunnen krijgen. Alhoewel, ik ben maar 8 levels hoger, dus in principe. Ik deed net Earthquake, en weet je hoeveel die Earthquake deed? Ja, maar dat is ook niet super effectief. Super effectief, wee. Ja. Maar vertel. Die Earthquake deed denk ik 2 HP damage. Oké. Ja, maar dat is toch... Als hij 200 HP heeft, is dat toch 1%. En nu krijg ik een cutscene die fucking lang duurt. Ah, nou dan pak ik even een kopje thee bij. Ja. Maar Sander, ik denk dat dit wel de laatste aflevering van vandaag wordt. Want ik moet gaan trainen, want anders gaat het niet goed komen. Ik vind het best. Of vond je het niet best? Editen. De eerste master mode op mijn kanaal moet ik editen. Had je mijn challenger nog bijgezet of niet? Ja, alleen dat was na de opname. Ja. Okay. Nee, kijk, weet je, ik had hem zondag al opgenomen. Oké. Dus... Maar dat betekent dat de cage lock dus helemaal klaar is nu, ja hè? Ja, want jij was dood. Oh, dan achteraf moet je er even bij zeggen. Nee, okay. Toen we het deden, dacht ik ook, toen ik het terugkeek, toen dacht ik van, we hadden ook gewoon kunnen doen dat ik een punt krijg als jij dood ging en dat je dan
een aantal Pokémon had kunnen revive. Of in ieder geval één. Ja, maar ik denk, ja. Maar... op een gegeven moment, dan is het ook klaar, weet je wel. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Plus sowieso, als ik 6 punten had gehad, wat ik dan waarschijnlijk had gehad, volgens mij. Oh nee, nee, want we hadden de 6e gym nog niet verslagen, dus... ik kon sowieso nog geen 6 punten hebben. Maar stel, jij zou inderdaad... ik zou een punt krijgen omdat jij verloor. Uh-huh. Dan had ik nog maar echt 1 case lock hoeven winnen. En dan was je er ook aan geweest. Ja. Want dan stond het 6-1. Wel heftig. Ik kan me dat gewoon niet meer herinneren. Waarschijnlijk heb ik dat ook verdrongen. Ook omdat ik gewoon, omdat toen wij Black and White elke keer gingen doen, Black and White 2. Toen won ik best wel veel van die matches, zeg maar. Dus dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. Ja, maar... die matches die ik allemaal won... een aantal waren... ja, eigenlijk... ja, de meeste waren ook gewoon ziek. Echt? Ja, dit filmpje duurt zo lang... dat is niet te doen. Ik ben nu bij Steven. Die kijkt naar de lucht en alle groene sterren. Ja. Ik ben nog steeds, ik liep voor jou, hè. Ik ben nog steeds bezig met deze cutting. Ik krijg nu ja, ik krijg een Aeon fluit net van Steven. Oh nee, oké, zo heb ik. Laat me met rust, Steven. Dat is ook het hele probleem met Sun and Moon, toch? Waar mensen hem niet zo graag zouden replayen. Omdat de story gewoon te lang is. Yep. Ja. Dat is voor een Pokémon game eigenlijk gewoon niet zo gunstig. Nou ja, stories mogen wel lang zijn, alleen je moet niet hele lange stukken aan tekst aan elkaar hebben, zeg maar. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Want Pokémon wordt gewoon te veel opnieuw gespeeld. Dus als je dan een hele lange cutscene hebt, dan is het gewoon scheidirritant. Want in het begin van Sun and Moon heb je ook echt super lange cutscene. Want je hebt eerst al dat hele gedoe met Nebby in die... of, ja, die onzin, ja. In de Eve Foundation. En dan heb je nog dat de professor hallo zegt. En dan heb je ook nog een deel van dat je in je kamer zit. En dat je... ja, nee, dat mag een beetje lopen. Maar tegen je moeder. Maar dan moet je ook weer van alles... Hoe grappig was dat stukje, Sander, van... oh, nu leren we hoe we hallo moeten zeggen. Ja, dit sloeg zo nergens op. Is dat in Sun and Moon ook zo, of is dat dan in de Sun? Ja, dat is in allebei. Ik kan dat echt niet herinneren, maar misschien komt het ook omdat je daar een antwoord hebt. Ja, en weet je, als je een game voor het eerst speelt, is dat niet zo erg, zeg maar. Nee, dat is ook zo. Dit is hoe we hallo zeggen in Alola. Hallo! Ja. Oh, dat clipje was zo mooi. Beste clipje ooit van jouw kanaal. Nou, thanks. Dat doe ik lekker. Nou, nee, dat was gewoon een goed clippie. Daarmee zeg ik dat clippie gewoon kwaliteit... nou, ik bedoel het goed. Sure, Sander. Sure. Ik bedoel het niet. Even kijken, we hebben nu een graspoison, een ijswater, een graspoison... hé, maar ik ben er alweer uit, hoor. Ja, ik ook. Ik ben even aan het kijken welke Pokémon ik ga trainen voor in mijn team. Bruh, ik ga echt... dit hele ding sweepen nu. Ik heb het Sableye. Oké, maar wacht wel eventjes met verder gaan, want we gaan de aflevering zo stoppen. Ik zit alleen even te denken welke Pokémon ik nog in mijn team ga doen. Ik wil eigenlijk een beetje diversiteit, maar ik heb niet zo heel veel te diversiteiten. Ik kan nog Beautifly of Dustox doen. Die zijn niet heel... nee, Dustox trouwens, want die heeft de Psychic. Ja. En Flying heb je niet veel aan. Alhoewel, jij hebt toch al Flying? Nee. Oh, misschien dan wel. Maar Psychic is over het algemeen wel handiger, denk ik. Ja. Ik wil jullie... Sorry. Nee, jij was nog bezig, sorry. Nee, ik zeg ook maar wat. Ah, oké. Ja, dat gebeurt wel vaker. Nee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik ben weer 2 Pokémon's kwijtgeraakt. Terwijl, als ik gewoon eerder had bedacht dat ik een Master Ball kon gooien, was er niks aan de hand. Dus dat is wel een beetje zonde.
Maar ik ga mijn Pokémon's trainen voor de volgende aflevering. Ik ga heel even kijken tot welk level ik ze ga trainen. Ik denk dat ik ze tot level 45 ga trainen. En dan passen ze wel een beetje bij de rest. Dat wordt lang trainen, zo te zien. Maar ja, dat gaat vast goed komen. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Vergeet niet op Sander's kanaal te abonneren. En natuurlijk ook op dit kanaal. Je vindt Sander's kanaal in de beschrijving. En zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.